En het moet om bij de meisjes uit, want ik kon er niet uit. Nee, ik stond te schreeuwen, te schelden, te tieren en te doen bij de poort. Ik kreeg de poort weer eens niet open. Ja, hoe dan? Hoe dan? En hoe is die geopend? Ja, ik was bezig om al te slopen, schroeven eruit, maar... Denk je dat je alles eruit hebt, maar dan wil die nog niet van de deur en het kozijn af. Nou, hoe snel wil je een huis hebben? Kanonnen. Op het dak bezig, hè? Hoe dan? Hoe dan? Dan kun je nagaan, daar zijn ze nog lang niet zo ver. En daar al met het dak erop. Ik denk zo maar dat ik gelijk krijg. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ja. Het is alweer dinsdag 2 april. We leven om 13:30 en Erwin is in huis, ja. Ja, en ik moet om bij de meisjes uit, want ik kon er niet uit. Nee, ik stond te schreeuwen, te schelden, te tieren en te doen bij de poort. Ik kreeg de poort weer eens niet open. Ja, hoe dan? Hoe dan? En hoe is die geopend? Ja, ik was bezig om al te slopen, schroeven eruit, maar... Denk je dat je alles eruit hebt, maar dan wil die nog niet van de deur en het kozijn af. Ja. 2:30? Ja, net er even overheen. Maar de buurman hiernaast, waar ik iedere keer mot mee heb, vanwege mijn vloer, waar ik niks aan kan doen, zegt hij nou dat ik die tattoo niet had moeten zetten. Wat heeft die tattoo met mijn vloer te maken? 2 keer niks. Vroeg het ook al aan Erwin, maar die zei ook niet dus. Nee. Maar ja, omdat dat een dure tattoo is, ja. Maar dat heeft alsnog niks met die vloer te maken. Nee. Want ik zou een vloer krijgen. Maar dat die vloer meer kapot is en niet genoeg is, ja. Daar kan ik niks aan doen. Dan heb ik nog geen vloer. Maar we zijn wel hard bezig. Ja. Maar in ieder geval, dat komt wel goed. Ik ga van de zomer toch naar de Ravelijn en vloerenwinkels. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Maar hij vroeg op een gegeven moment de sleutel en aan de buitenkant kreeg hij hem open. Hoe dan? Waarom ik niet aan de binnenkant en hij wel aan de buitenkant? Ik begrijp er geen bal van. Ik snap het niet. Waarom kan iemand anders mijn poort aan de buitenkant dan wel open krijgen en ik niet aan de binnenkant? Ik begrijp er geen barst van. Hij zat echt muurvast, dat slot. Durf nou weer niet op slot te doen, hè? Nee, ik durf het niet. Maar in ieder geval, ik laat het. Ik weet ook niet hoe ik het moet hebben dan hoor, maar het zal. Dag Erwin. Hoi. Maar in ieder geval, ja, in ieder geval dankjewel buurman. Ja, kinderen, ja. Ja, lief zijn voor elkaar, maar dan moet hij het ook doen. Dan ben ik er ook, zo simpel, ja. Maar in ieder geval, hij had volgens mij had hij een koptelefoon op of zo, ik weet niet. Ja, je ziet heel veel mensen met koptelefoon, Erwin. Waar dienen die dingen voor? Muziek. Zit er echt muziek in? Want ik heb ook al een keer, met de avondvierdaagse was dat, dat is een geluiddemper. Lijkt op een koptelefoon, maar er zit geen muziek in. Er was een meisje, die raakte overgeprikkeld met te veel geluiden. Ja. Dus ja, wie weet, ik weet het niet. Nee, ik heb het ook niet nodig. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je dag. Het is weer een raar vreemd weer, want dan schijnt de zon.
En dan is het weer bewolkt. En daar hebben we Rijka, die zegt blaf, 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 blaf. En die zegt ook blaf, 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 blaf. Kom, kom, kom. Rijka. Hoe is dat zo? Hoe is dat zo? Boeie. Wat ga jij er ook voor? Stelletje wouwtje. Ja, jullie zijn een maf. Allebei maf. Zo wordt het gaar. Kan het nog... Hé? Kan het nog anders? Van een bol gehakt in. Ja. Maar oké, okay, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet een beetje mee. Nou, hoe snel wil je een huis hebben? Kanonnen. Al met dak bezig, hè? Hoe dan? Hoe dan? Dan kun je nagaan, daar zijn ze nog lang niet zo ver. En daar al met het dak erop. Ik denk zomaar dat ik gelijk krijg. Dat die al verkocht zijn en dat die zo snel mogelijk uit moeten zijn. Daar jeetje. Bizar, hè? Zo snel? Echt, wauw. Ja, maar ik ben bij de meisjes uit. Dus we gaan weer verder. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds avond. Het is 19:51. Ik ga zo lekker een visje eten. Lekker, lekker, lekker. En ik heb één plaatje af voor de vlog. Die morgen online komt. Dus dan weten jullie ook weer hoe ver ik ben. Ja, ik moet de vlog in elkaar zetten. Maar dit heb ik in ieder geval klaar. En daar ben ik blij om. En ja, het gaat weer over, natuurlijk momenteel weer over de chemtrails. Of ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. C-H-A-M trails. Oh ja, chemtrails. Maar er rijdt geen trein op. Nee. Dus ja, die strepen. En ja, daar staat gelijk even het een en het ander bij. Wat waar is, want ik heb het opgezocht. Ja. Ja, en aangezien dat Google al een heleboel waarheden verdoezelt, verfilterd, dat je daar niet meer bij kan komen, hebben ze dit dus nog niet gefilterd. Allemaal toppie. Dankjewel Google. Dus ja, helemaal geweldig. Maar ja, ik ben even moe van het lopen. Want ik heb er even tegen aangelopen ook. Omdat, ja, goed, het is slecht, het begint straks weer. En dan voor die tijd wil ik thuis zijn. En even een bakje koffie maken. En dan komt het helemaal weer goed. En dan hebben we gewoon weer vol goede moed, vol ijver, weer aan het werk. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met alles met wat jullie doen. Mag niet, zeker weer een beetje mee. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. We gaan zo weer lekker naar bedje toe. Hé, Karlof? Ja, nou? Ja. Hé, Alwin? Of niet dan? Alwin? Ja, zo meteen naar bedje toe, hè? Ja. Waar is Rijka? Ja, daar gaat Rijka. Onze Rijka. Hé, grote meid, hè? Ja, grote meisje. Ja, grote meisje. Hé? Ja, allemaal grote lieve diertjes heb ik. Ja, jij ook. Ja. Dus ja, lieve vrienden, we gaan zo lekker naar bedje toe, want ik ben echt back en back af. Ja, dat heb je als je nacht niet kan slapen, wel op bed bent, maar je slaapt geen meter. Steeds klaarwakker en dan weer dit en dan weer dat. En ik lag me te woelen en te draaien en weer zitten. Ik weet het niet, maar ik ben niet de enigste. Nee, gelukkig niet. Ja, het zal het wezen als je de enigste bent die dat altijd heeft. Maar nee, er zijn er met mij duizenden meer.
Ja, helaas wel. En ik weet ook al waar het door komt. Maar ja, breek me de wik me niet op. Nee, maar voor nu zeg ik welterusten. Slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten dat God die houdt over ons gewoon de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!